Ja, we gaan dus naar de IKEA. Ja. Ja, is handig. Is ideaal. Ideaal. Heel leuk staan. Dank je. Rustig, ja. Ja, kijk. Zo blijf oefenen. Dank je. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, ja, dat zijn wij. Het is vandaag alweer zaterdag 30 oktober 2021. En het is nu 2:05 in de middag. Ja. En ik ben dus nou niet alleen. Want ik loop met de drie dames. Maar alleen met mijn grote vriendin. Ja. Maar voor de rest wensen wij jullie wel heel veel kijkplezier op deze gloednieuwe vlog. Hoi. Hoi. Kom, lopen. Ja, kom, lopen. Ja, we gaan dus naar de IKEA. Ja. Ja, is handig. Is ideaal. P is vol en daar is nog maar 9. Dit is vol en binnen is nog maar 9 vol. Okay. Ja? En je moet niet hoger zijn dan 2,2 meter. Okay. Dus 2,4 en dan kom je er al niet eens meer doorheen. Oké, dat is het goed. Dat is het goed, zegt hij ook nog. Oké. Okay. Oh, wat is het ook een lekker ding. Autootje. Ik denk, zeg het even. Daar is het vol. Ja, maar de koekoek. En wij vinden alles wel een plekje. 3 meter hier. Je moet dus niet 3,4 meter zijn. Nee, is niet handig. Nou, wij gaan eventjes een parkeerplekje zoeken. Ja, nee. Daar kun je daar parkeren. Daar kunnen we over. Is ook nog plek. Nee, kan niet. Mag niet. Nou, we konden even niet vinden wat we wouden. Ja, ik weet het wel, maar Ro die gaat overal heen en weer en ik niet. Kijk, daar hebben we Ro. Met zijn leuke putmuts. Hi schat. Hi. Zo, ha, het is druk. Mai. Nou, dan moeten we dus even tussendoor, want je hebt hier een hele grote rij. Ja, nou, daar gaan we even tussendoor sneaken. Oh, ja, dat kan ook. Ja. Als je niks hebt, ja, is handig. En vanaf de IKEA zijn we dus bij de Hornbach. En dan gaat het autoalarmpje af. Helemaal leuk. Dus we gaan dus niet hier naartoe, maar we gaan daar naartoe. Kijk, hier. En dan vanavond gaan we daar weer naartoe. Hè, schat? Denk het wel, zegt hij. Nou, nee, ik ga niet afzeggen. Ik kan niet. Nee. Grappen maken. Grappen maken. Nou, wij gaan even kijken. Sowieso bij de houtafdeling. Ja, je wil een ander bureau. Een hogere sowieso dan. Nou ja, de kasten, daar kwam ik niet echt helemaal uit. Want er waren twee verschillende. En ik heb wel mijn vlog even terug bekeken. Maar we moeten eerst even thuis even de maten even opnemen, toch? Ja. Even de maten thuis even opnemen en dan straks even alles even goed opschrijven van wat we nodig hebben. Dus ja. Op een lijstje. Op, hè? Op een lijstje. Ja, op het lijstje, ja, inderdaad. Correct, mundo. Dus we gaan nu eens even naar binnen. Zo, ik ga even kijken. Zou je leuk staan? Weet je? Ik krijg van geel. Doe maar. Niet grappig. Het is bijzonder grappig. Moet jij het hebben dan? Ja, kom maar. Het hier maar omheen. Ja? Nee, kom hier.
Ja, maar voor, is het niet kriebelig voor je in je nek? Huh? Nee, het valt een beetje uit elkaar. Ja, het valt allemaal hier een beetje uit elkaar, dus dat scheelt weer, toch? Ja. Ja. Maar het is hier een beetje duur, zeg maar. Een beetje hoor. Een beetje boel. Hier, 9 euro voor zoiets. Nou, dat kan ik nog zelf ook nog wel maken, hoor. Ah, zal ik een mooi beetje voor je kopen, schat? Zal ik een mooi beetje voor je halen dan? Ja, is dat goed? Die blauwe. Of die bruine? De blauwe. Oh, en de blauwe, oké. Is goed. Ik ga toch geen 500 euro voor een kerstboom uitgeven, maar ik goed liggen naar. Dat is leuk, hè? Het lampje is er af. Ja, nou, denk het niet. Oeh, wat is dit voor plant, schat, deze? Is dit zo'n amaryllis, deze? Lief? Niet? Wat is dit dan voor plant? Oeh. Ik weet het niet. Het staat erop. Wat is dit voor plantje? Bromelia. Ja, oké. Hier aan de achterkant. Hier. Hoeveel zei je? Ja, maar ik vind deze niet mooi. Deze heb ik al. Dit is ook weer een orchidee. Een soort van orchidee. Ja. Nee, die heb ik nog niet. Nee, deze. Doet een beetje in de bank. Kijk, zo hoort het te groeien. 45 euro. Zo hoort het te groeien. Ja. Ja, en je behoort hem dus gewoon een beetje op te hangen, dat klopt. Voor mij de lucht wat is. Ja. Dat is heel gaaf, maar hoe... Ja, en dan moet je hem dus een beetje inspuiten. En met water. Ja. Dat is heel gaaf, maar er zit een prijskaartje aan van... Van veel. Van 45 euro. En is een CO2 opeten. Hm? CO2 eten. Of kobalt 2, wat is het? CO2. Met zijn kleine oog. Ja, is prima. Want C kleine oog is kobalt. Ja, prima, best. Ook al, ja, prima, best. Maar dit vind ik ook wel weer leuk hoor, eigenlijk dit, schat. Hoe dit hier hangt. Ja. Maar dit vind ik ook wel grappig, dit, schat. Hé, hey, lief. Zo streng. En dan gewoon ophangen. Ja, moet dat jutje erbij gaan. Huh? Moet jutje er niet bij gaan. Nee, precies. Maar waar koop je dit? Dit soort ding. Nou, hier. Ja, maar... Duh! Dat snap ik, maar... Ik vind hem heel gaaf. Ik vind deze het mooiste eigenlijk, deze. Die bloemetjes daar. Ja. Die vind ik niet zo heel mooi. Beetje wittig weer. Mm-hmm. Ja. Nou, en dat en nee. Dat en dat vind ik niks. Ja, voor 600 euro. Godgloeiende. Nou, dan denk ik gelijk dat en dat mijn balkon het gaat begeven, denk ik. Het staat bij de buurman. Hoe zei je dat? Het staat meteen bij de buurman. Ja. Heb jij de olijven en hij de last. Nou, precies. Ander. Best. Ja, nou, dan ga ik eventjes weer even met jullie ergens over beginnen. Is leuk. Want we hadden het laatst over dat in onze wijk heel veel mensen zijn die dus wel een huis hebben, maar niet erin wonen. En ook er niet in slapen. Maar we hebben al een paar dingen geconstateerd. Dat er een paar keer toch mensen thuis slapen. Eindelijk eens een keer. Mag wel eens een keer. Dus ja, een compliment. Ja. Ik zal even de sleutel pakken voor de auto. Dus ja, dat hebben we dus wel geconstateerd. Dus ja, ik weet en dat sommige mensen mijn vlogs bekijken en dan niet eronder reageren. Dus ik zou zeggen, kijk je naar mijn vlog? Ik zou zeggen, doe dan ook eens een keertje leuk en gezellig. Doe dat daar blauwe duimpje omhoog en reageer eens even onder. Ja, dat is leuk. Toch? En ja. Eronder reageren, toch? Je kan ook boven reageren, maar dat heeft niet zoveel nut. Nee, dat is waar.
Dus nu gaan we naar huis. Gaan we even de laatste checken dingen doen. Even op Ikea.nl en op de Hornbach. En eventjes alles opschrijven. Daar is Roos heel goed in. Roos daar heel goed in. Om alles even op te schrijven. Toch, schat? Kom dan even hier, schat. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Kom eens even bij me. Gezellig. Hi. Hi. Lelijk het. Eng het. Ben je eng? Ben je lelijk? Nee, hè? Vast wel? Nou, is toch niet leuk? Nog een keer. Dus, nee, maar, hè? Hij raakt me niet aan hoor, maar het is gewoon grappig. Oeh, lekker. Lekker, doe maar. Lekker. Nee, dan moet je het wel goed doen. Nee! Blaas gewoon normaal. Oeh, lekker. Niet zo. God, gloeiende glasplaten. Oh, wauw. Gaat hij zo doen? Oh, heerlijk. Ja, nee, ik moet niet huilen omdat ik verdrietig ben. Ik moest even lachen om Ro. Ook leuk. Dus ja, grappig. Oh, en je gaat je matje weer uitkloppen? Prima. Ik ga... Hè? Huh? Ja, is prima. Ja, even een matpartij. Ja, is goed. Nou, ik ga zitten in de auto, jongens. En dan gaan we zo naar huis. Ja. Even wat eten. Even wat eten. Ja, iets kleins. Saap. Een oliebol. Oliebol? Ja, die heb ik nog. Oliebollen. En anders kippie. Kippie is ook lekker. Een warme kippie. Een warme kippie. Dan neem ik de warme oliebol. Ja, is goed. Maar is het ruwe olie of dieselolie? Weet ik niet. Moet je even zo meteen even zeggen. En toen waren we weer even bij de mama. Het is druk, hè, schat? Maar je zou mij niet hebben als je mij niet zou hebben. Want we hebben gewoon weer een parkeerplekje heel snel. Toch eigenlijk wel, hè? Maar moest je kijken, iedereen die is nou allemaal aan het zoeken hier. Kijk, iedereen is aan het zoeken. Iedereen is aan het zoeken. Kijk, en iedereen die hier vandaan komt is ook allemaal aan het zoeken. Is handig, ja. Maar wij hebben een plekje, dus daar ben ik heel blij mee. Toch? Ja. Een plekje, daar zijn we heel blij mee. Ja, blijkbaar. Blijkbaar, maar oké. Okay. Maakt niet uit, het is niet mijn probleem. Dus zoek het maar lekker uit. Zij raadt wel heel fout. Oh, en ze gaat daar parkeren. Ja, dat kan ook. Die rijdt ook verkeerd achter je. Is handig. Jeetje, Mina. De normale verkeersregels is er niet bij. Is er niet bij? De normale verkeersregels. Is te moeilijk. Hier tussendoor. Is handig. Wauw. Nou, waar zitten we weer? Wij samen. Ja. Met twee. En wat heb jij op je bord? Vertel het eens. Dan heb je eitjes. Ja, eitjes. Hoe heet het? Rosbief. Hier. Dan krijg ik peper bij hebben. Ja, zometeen. En een beetje champignonsoep. Zonder champignons, want die vind ik niet lekker. Met croutons. Oké. Okay. Nou, en ik heb hier carpaccio. En salm. En ik heb hier nog wat, maar dat weet ik even niet. Maar oké, dat maakt niet uit. En ik heb hier cassis, dit is een rauw appelsap en chocolademelk. En ik ga dus proberen om dus namelijk met stokjes te eten. Maar ik denk dat ik er heel snel weer klaar mee ben, maar dat mag Roos zo meteen lekker gevuld. Maar ik ga eerst dat eten, helemaal top. Ik ga met stokjes eten. Hoe moet ik hem breken? Gewoon zo doen of? Ja, voorzichtig. Voorzichtig, zegt hij nog hoor. Ja, voorzichtig breken, anders knapt het in tweeën. Op verkeerde manier. Goed zo. Oké, hoe moet ik hem vasthouden? Nou, de eerste. Zal ik even laten zien als jij hem even vasthoudt? Nee, ik moet het gewoon zo proberen. Ik ga het gewoon zelf proberen. Kijk, want die moet ik zo hebben. Nee, die moet je op je middelvinger laten rusten. Ja, maar dat doe ik ook. Welke? Nee, de onderste. Oh, eerst pak je er één. Die zet je klem.
op mijn middelvinger. Dat je klem met je duim en je middelvinger. Ja. Die andere pak je dus om te weten bewegen. Dus je wijsvinger moet los zijn van die andere. Ja, zo ja. Ja, dan kijk je met je vingers kijken. Eigenlijk een soort van pincet. Ik maak dat uit mijn handen, jongen. Mm-hmm. Dit is ook moeilijk hoor, Julian. Wat zei je? En met stokjes eten, hoe doen jullie dat? Ik heb 4 stokjes als je wilt. Nee joh. Dit moet toch te licht. Hey. Hey. Maar. Ja. Dan moet je een beetje schuiven. Zo dan. Ja, lekker maar makkelijk voor jou. Ja. Ja, zo. Dan moet je proberen. Dit gaat niet. Ja, zo. Ja, dat is het. Rustig, ja. Ja, kijk. Zo blijf oefenen. Dank u. Dat is een andere techniek dan ik ken, zeg maar. Maar ik heb hem wel. Helemaal goed, maar je moet dus even tussen je vingers in doen, dat, oké. Okay. Ja, okay. Nou ja. Helemaal goed. Dankjewel, Julian. Ja, ja. Is het lekker? Ja. Ja? Wat heb je? Een mandarijntje. Ja. Nou, ze is lekker, maar deze zit een beetje een medisch smaakje aan. Een medisch smaakje? Eeuw. Ja. Eeuw. En je hebt ook een ijsjes hier? Ja, het is een lekkere combinatie. Wat is dat? Pistas? Pistachocola. Oké. Okay. Favoriet natuurlijk banaanchocola, maar het is ook lekker. En ik heb een lekkere spekkoek. Lekker spekkoek. Een hele goede avond allemaal. Ja, ik zit weer zoals gewoonlijk weer op bed. En dat betekent dat ik lekker ga slapen. En dat ik nog een telefoontje kan verwachten. En dat ik deze vlog lekker met jullie gezellig ga afsluiten. Ja. Dus dat is het einde van de vlog. Dus vond je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, vergeet niet te abonneren. Hier beneden. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan. En laat dan een leuke reactie achter. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.